Ik noem mezelf de grootste Jezus-fan van Nederland. Dus, echt waar? Ja, ja. Sterker nog, ik heb een fanclub voor hem opgericht. Echt waar? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Ik had zoiets van, ja, er is voor Jan en alle man zijn er fanclubs. En, maar ook met een website en zo. Ja, dat... ja, ja, klopt. www.jezusfanclub.org. Dus, ja. Nou, ik moet je zeggen, Jezus, die klopt. Ja. Precies. Dat is, maar God, dat is nog even een verhaal, hoor. Ja? Ja, Henny, ik ben van plan om jou mee te nemen naar Jeruzalem. Omdat dat eigenlijk de plek is waar het allemaal gebeurd is. Dus... Jeruzalem. Ja, wij gaan zo het vliegtuig in en dan gaan we daar naartoe. En je vindt het niet gevaarlijk daar? Ja, er zit natuurlijk een bepaald risico in, hè. Maar ja, als autorijden hebben we dat ook niet. Ja, nou, ja, maar ik ben natuurlijk net opa geworden en zo. En, Jeruzalem. Ja, je kunt nu nog zeggen of je niet mee wil. Maar en dan? Nou, we gaan daar gewoon kijken. Nee, maar als ik zeg dat ik het niet doe. Oh, dan? Dan gaan we naar Staphorst. Ja, dan liever naar Jeruzalem. Oké. Peter? Ja, dit is Israël, hè? Ontegenzijdig. Jeruzalem. En Jeruzalem. Dit is de Klaagmuur. De Klaagmuur. Ja, en dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder, want dit is dus een heel oud stukje Jeruzalem, wat in de tijd van Jezus dus ook hier was. Hierachter was zeg maar de eerste tempel, ja, hè? Dus daarboven, dat is inderdaad het tempelplein. En daar is dus inderdaad de tempel geweest waar Jezus ook rondgelopen heeft. Maar is het ook dezelfde tempel waar hij toen zo kwaad werd, dat hij alles omgooide? Ja, ja, ja. Het is net of ik een beetje in de film Jesus Christ Superstar stap, hè? Shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom. Hey, mogen we daar ook zelf op en zo? Ja, dat mag. Maar dan moeten we ook zo'n keppeltje dragen. Oh, die kun je dus hier krijgen. We kunnen wel even doen. Een keppeltje, maakt mij niet uit. Oh, moet je hier een keppeltje? Ja, hier moeten wij... Maakt het uit wat? Ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Je kan zelfs zo'n papieren, joh. Het maakt niet eens uit wat je op doet, maar... Nou, papier gaat wel. Je moet een beetje groot hebben, want... Kan dat? Hartstikke mooi, joh. Ik voel me wel vreemd hier een beetje. Ja? Ja, waarom? Omdat je zo in die mensen hun cultuur stapt. Ja. Zo indringerig. Ja. 52-jarige tv-dikzak komt leuk doen hier of zo. Ja. Weet je, wat het allemaal de bedoeling is. Maar had die Bijbel, je hebt ook je Bijbel bij, hè? Ja, klopt. Maar heeft er een krant bij? Als we in Palestijnse gebieden lopen, moet er een krantje omheen. Ja, ja. Hij staat trouwens jou wel goed. Ja? Ja, bij jou ook wel. Weet je, je moet hem een beetje zo, wat meer zo. Je achterhoofd. Kijk, zo, ja. Zo. Zo is hij mooi. Ja? Smile, allemaal, allemaal. Wat gebeurt hier, joh? Wat vind je vreemd dan? Het is vreemd dat hier, hier mensen allemaal met geloof bezig zijn, maar dat de camera's en dat je portemonnee door de scanners moet, dat je gefouilleerd wordt. Die twee dingen bij elkaar, weet je wel. Als dat zo blijft, hè, dan komt het nooit goed. Nee. Dan blijft het een strijd. Hoe die mensen al elkaar. Hier de vrolijkheid en hier het bidden naar die muur. Papiertjes verstoppen, wat je allemaal ziet. Ja. Met wensen erop. En dan hoor je zang en dans. En de mitrailleur aan de binnenkant staat. Ja. Ja. Al die
boodschapjes ertussen. Zie je, elk papiertje, daar staat dan wat op. Ja. Wonderlijk, hè? Ja, weet je wat wij dus als Jezus Fanclub gedaan hebben? Op de website hebben we een digitale klaagmuur gemaakt. Dan kan je dus je berichtje intypen en dan, dan zie je zo, zeg maar, zo'n klaagmuur. En dan kan je ergens een plekje zoeken. Je bent net zo gek dus eigenlijk. Digitale klaagmuur. Ja. Hier zijn dus ook allemaal die boeken van die mensen, hè? Waar ze allemaal in studeren. Ja, ja, ja. Hallo. Die is dus diep in gebed verzonken, zeg maar. We zitten helemaal in een soort trance, hè? Nou, hè? Toch ontroert het me wel, dit. Ja. Omdat iemand zo erin op kan gaan, hè? Ja. Nou, Henny, ik heb je hiermee naartoe genomen. Het is natuurlijk toch wel een beetje spannend. Het is een kruidvat hier. Hè? Je weet niet wat er gaat gebeuren. Er zit een bepaald risico in. Je maakt dit hier mee. Dus ik ben wel even benieuwd van wat vind jij daarvan? Nou, ik begrijp des te meer waarom het een kruidvat is. Hè? Dus je ziet die mensen zo vanuit hun hart bidden en doen en dansen en klagen ja, het komt op mij, het is wel heel indrukwekkend om te zien, maar het zou voor mij een goede reden zijn om niet te geloven, zeg maar. Want dit gaat mij, dit komt echt middeleeuws over, weet je wel. Het is een soort indianenstammen die om een boom heen dansen om water te krijgen. Als dat het geloof, nou wordt weer getoeterd nu. Dat is zo'n soort horen, dat is ook weer ergens voor. Die man loopt helemaal rood aan en dan, dat is ook iets bijzonders. Je wordt overal gecontroleerd, je wordt overal aangekeken, jonge mensen met geweren. Ik denk dat de situatie zoals die nu is, dat niet zo heel erg veel verschilde van toen in de tijd van Jezus. Want Toen waren er Romeinen in het land die het land bezet hadden. Je zou dat kunnen vergelijken met dat de Duitsers bij ons waren in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Daar liepen dus ook altijd soldaten door de stad te marcheren met speren en zwaarden om de boel onder controle te houden. Dus zeg maar, toen, in die tijd, was het ook al een kruidvat. En weet je wat nou zo typisch is? Dat God dus zijn zoon stuurt in dat kruidvat. In dat kruidvat. Ja, zo kun je het ook brengen, ja. En waarom? Ja, misschien om daar juist op die plek aan te geven van daar is het hardste nodig, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Er is een heleboel onrecht in de wereld. Er zijn mensen die elkaar de harsjes inslaan, die met bommen om hun middel zichzelf opblazen, te midden van hier of wat dan ook. En wat moet God daarmee? Jezus is dus kennelijk gekomen. God is naar deze wereld gekomen niet om onmiddellijk dat oordeel over al dat kwaad uit te spreken. Maar wat dan wel? Het duizelt me. Het duizelt je. Ja. Waarom? Ja. Hier zitten, jij vertellen. Ik bedoel, jij hebt hem gevonden, ik niet. Ik ben op zoek. Oké, wij gaan naar de volgende locatie toe en dan gaan we daar meer duidelijkheid erover krijgen. Oké, ik heb gezegd dat ik op zoek ben. Dus dan gaan we. Ja. Ik neem je hiermee naartoe. Ja. Dit is, we zijn nu, zeg maar, dit is de Olijfberg. Dat ligt dus vlak naast Jeruzalem. Ja. En hier was een tuin met een olijfpers. Ja. En dat heette Gethsemane. Gethsemane, ja. Ja.
En ik wil ook daar een verhaal eigenlijk laten lezen van wat daar gebeurd is. Misschien kunnen we hier eventjes plaatsnemen. Hier? Ja. Dus hier heeft Jezus rondgelopen? Ja. Raar, hè? Dat staat... Het liedje wat ooit gezongen is in de Selma Show, een jongen die ermee won. Oh. Ja, dat zei meneer. Ja, dat is ook... Why, God, why? Ja. Dus hij vraagt daar, God aan het kruis, waarom? Kijk, dat is... Dat is de twijfel. Ja, dat is dit verhaal. Kill me, take me now, before I change my mind. Diezelfde avond ging Jezus met hen naar Gethsemane, een tuin op de Olijfberg. Blijf hier zitten, zei hij tot hen. Ik ga wat verderop om te bidden. Hij nam alleen Petrus, Jacobus en Johannes mee. Hij begon angstig en onrustig te worden. Ik ben doodsbang, zei hij. Mijn hart breekt van verdriet. Blijf hier met mij waken. Hij ging een paar stappen verderop en knielde met zijn gezicht op de grond en bad. Vader, als het mogelijk is, laat mij deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt. Ja, hij was daar. Hij werd daar helemaal gek van, van angst van. Ja, precies. Klopt. Ja, dat vind ik wel. Dit heb ik. Weet je wat? Dit stukje, dat heb ik zo vaak gehoord. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk altijd een beetje. Het is wel erin gegaan, maar er ook weer uit. Mm-hmm. En nu ook op deze plek, dan is het anders. Ja? In één keer is het veel begrijpelijker geschreven. Is dit de laatste uitvoering of zo? Nee, maar die dingen die je zo voorleest, dit is inderdaad een moderne uitvoering. Moderne vertaling. RTL 4 uitvoering. Ja, precies. Inderdaad, klopt. Ja. Het rare is, het doet wel wat met me. Ik vind het wat een heel bijzonder gevoel dat ik ben op de plek. Nou ja, dit is wel, zeg maar, de plek, de omgeving. Waar gebeurd is, wat de reden is, waarom een heleboel en waarom al die mensen, en ook waarom ik geloof. Ik geloof omdat er hier dus dingen feitelijk plaatsgevonden hebben. Ik zie het zo, omdat God hier geschiedenis geschreven heeft. God heeft hier dingen gedaan en die zijn hier gebeurd en dat is een stukje menselijke geschiedenis geworden. Mm-hmm. En voordat Jezus gekruisigd zou worden, liep hij hier met zijn leerlingen. Ja. En was hij eigenlijk als een soort van worsteling met zichzelf. Mm-hmm. En hij wist wat hem te wachten stond. Dus? En hij koos daar ook voor. Ja, hij had er moeite mee. Had er moeite mee. Als mens was hij zwak. Even een zwak moment. Ja. Maar uiteindelijk... Hij wist dat het ging gebeuren en hij koos er ook voor. Hij koos ervoor om die weg te gaan. Waarom? Waarom laat je dat... gebeuren. Het is dus niet iets wat hem overkwam. Zo van, nou ja, goed, zoals er wel meer mensen overhoop gestoken, gemarteld, vermoord of wat ook. Nou ja, is het met hem ook gebeurd? Nee, hij wist wat er ging gebeuren en hij koos ervoor. Nou, komt het allemaal wel heel dichtbij, hè? Ja. Ik heb het idee dat het je ook wat doet om op dezelfde plek te lopen als waar Jezus heeft gelopen. Ja, dat is... dan ben je... natuurlijk. Dat doet wat met je. Ja, dat is, ik kan het niet zo goed omschrijven alleen. Wat ik een heel mooi moment voor mezelf vond, dat hij dus aan de vader vraagt van... laat deze beker aan me voorbij gaan, hè, zoals hij dat dan zegt. Doe het maar niet. En dat hij het uiteindelijk dan toch doet en dat het is allemaal zo menselijk en zo dichtbij en zo... Iedereen zou het kunnen begrijpen natuurlijk. Als hij nou gekozen heeft om die weg te gaan, ook voor Henny? Ja. Dat is iets om over na te denken. Ook voor mij, ja.
Oké. Henny, wat gebeurde er nou net bij dat hek? Daar voelde ik een soort onmacht, een soort... daar voelde ik van alles. Daar ben ik even weggelopen, omdat ik het niet kon delen, zeg maar. Dan denk ik, ja, waar ben ik nou toch eigenlijk? Ik voelde me zo nietig, ook zo klein, zo... Maar ook wel heel... Hij was er niet boos om. Ik stond niet bij dat hek dat er een stem in me zei van... Foei, of zo. Normaal niet. Integendeel. Het voelde gewoon heel goed. En ik hield heel veel van mijn vrouw en heel veel van mijn kinderen. En heel veel van mijn familie. Dus er kwam... En van alles. En alle mensen die zeg maar verkeerd tegen me gedaan hebben, dacht ik... Ach, dat, en dat is, kan ik dus niet verklaren. Dat is dus, als dat het is, dan kun je stoppen. Want dan heb ik het wel gevonden. Want dan is het iets heel moois wat je bij je draagt. En wat je eigenlijk ook wel misschien tot vervelend toe van de daken wil schreeuwen. Maar of je dat zou moeten doen, weet ik niet. Misschien het feit dat ik het nu zo zeg tegen je. Misschien is dat het wel dan. Nou, dat is dan mijn bijdrage. Voorlopig. Die is meteen. Nou, dit is de grafkerk. En dat is dus de plek waar Jezus begraven zou zijn geweest. Maar laten we maar even binnenkijken. Ja. Want, En dat mag je wel. Ga je zelf even filmen? Ja, dat vind ik wel. Wonderlijk, hè? Ja, wat vind je daarvan? Ja, dat is wel heel hard klopt in mijn keel. Nou, weet wat je, had jij? Ik moet zeggen, ik vond het ook wel apart. Ik ben een keer eerder geweest en toen had ik echt zoiets van... wat een vreselijke kermis hebben we ervan gemaakt. Ja, maar dat gemaakt. Is het ook wel. Maar ik kan me ook wel voorstellen... je wil alles wel doen om... Ik heb het toch te pakken of zo. Ja. En terwijl we daar dan helemaal binnen waren, had ik ook wel zo'n gevoel van ja, daar hangt toch ook wel een heilige sfeer of ja, zo, hè? Ja, dat was het heel een mag. Beetje. Ja. Ik moest ook even bidden. Ja, ja. Denk je, als ik nou de kans krijg en ik ga daar nou zo lullig met een oranje hemd naast staan, dat kan ook weer niet. Ja. Nou, dat is boeiend. Maar ik neem je nu mee naar de volgende plek. Het blijven verrassingen. Ja, en het blijven verrassingen. Ja. Nou, Henny, waar we hier zijn is in de graftuin. En dit is een plek waar ze, zeg maar, hier in die rots een graf hebben gevonden.
uit nou, die tijd ook ongeveer, zeg maar. Ja. En daar hebben ze dan later deze tuin bij gelegd. Maar eigenlijk zeg maar, met de bedoeling om een setting te creëren die leek op de situatie zoals dat toen was. Ja. Snap je? Dus we kunnen dadelijk ook eventjes in het graf kijken. Maar nou, het idee is dus van zo'n soort van plek moet het geweest zijn. Best indrukwekkend. Maar nogmaals, maar onze stem klinkt helemaal zo. Maar geen kerken erop of dingen, alleen een mooi park aangebouwd. Dat is... waarom juist hier? Omdat hier dit graf gevonden is. Ja, dit graf was hier. En persoonlijk, wat mij hier zeg maar, aanspreekt, is van dat dit je ook dus helpt om voor te stellen hoe dat toen geweest is. Ja, precies. Terwijl als je in zo'n grafkerk bent, ja, dan hangen er allemaal kaarsjes en dingetjes en van alles omheen gebouwd. En wat ik het boeiende hiervan vind, ja, dat die toeters en bellen er niet zitten. We gaan hier naartoe en we hebben al die plekken gezien. En dan komt er een plek, zoals beschreven staat, ja, in de Bijbel van zo zag zo'n graf eruit. Ja. Voor jou is dat die poppenkast, weet je wel, van daar met al die kaarsen en die dingen. Ja. Maar op het moment dat ik dus daar ben, ja, en ik het idee heb, want ook dat is het geloof, ja, natuurlijk. Ja. Kijk eens, een wind steekt op. Ik was maar een vraag, ons lieve heer. je had haar in de grafkerk meer dan hier, bedoel je dat, of wat? Ja. Ja. Hoe kan dat nou? Maar dat snap ik dus niet. Nee, maar kijk, weet je, uiteindelijk gaat het dus gewoon ook helemaal niet om de plek waar je bent. Maar ik wil graag nog dat verhaal met je bekijken. Want dat is toch ook wel voor mij een belangrijke reden om je hiermee naartoe te nemen. Ja. Welk verhaal? Nou, dat is eigenlijk vanaf hier. Wil jij het voorlezen? Ja, dat wil ik wel doen. Op de dag na de Sabbat ging Maria van Magdala en de andere Maria voor dag en dauw naar het graf. Plotseling was er een hevige aardbeving. Een engel van God kwam uit de hemel, rolde de steen opzij en ging erop zitten. De engel zei tegen de twee vrouwen, u hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, maar hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden zoals hij had gezegd. Weet je wat ik heb? Soms schaam ik me een beetje. Hoezo? Nou, dat ik denk van ja, waarom moeten er zoveel dingen bewezen worden als je zo het hier kan lezen? En wat is er dan, zeg maar, mis met mij en met veel mensen die dat dus dan niet hebben? Dat je dat allemaal dus moet aangeven om te zeggen, kijk nou dit, kijk nou dat. Ja. En aan de andere kant denk ik, word ik nou gehersenspoeld? Nee. Want je zit gewoon te vertellen en je praat ze gewoon iemand. En ja, dat is toch gewoon een kwestie van openheid? Sta je er open voor? Wil je het ontdekken? Ik bedoel, het is Henny zoekt God. En... Maar het was eerst een programma. Ja. Maar en nu raakt het je persoonlijk. En nou, dat is dat bijna niet meer, zeg maar. Hoezo? Nou, dat gevoel heb ik een beetje. Ik denk, nou ja, is het nog wel een programma? Dat was eerst alleen maar een, laat ik het zo zeggen, eerst was het alleen maar een titel. Ja. Dus ik heb het idee dat mijn grote waffel steeds kleiner wordt. Mm-hmm. Maar dat er hier iets open gaat. Ja. Dus ja. Ja, het is misschien wel goed. Ja, de mensen die me nu zo zien zitten, denken, nou, die ziet me daar toch treurig. Maar ik ben hartstikke happy. Ik heb er wel een heel goed gevoel bij, hoor. Nee, maar ik zit veel na te denken. Oh, het spookt door mijn kop.
Heeft Henny God al gevonden? Henny is dichtbij. Henny is heel dichtbij. Henny, nou, zo praat ik nooit, Henny. Vind ik zo stom klinken. Nou, het is... Waar ik me een beetje voor schaam is dat je zoveel moet doen, zeg maar, om het goede gevoel te krijgen. Maar misschien moet je wel in de goede sfeer zijn. Misschien moet je wel... Maar ik voel me wel anders dan toen ik begon. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik hoop niet dat ik dat kwijtraak. Ja. Jij zegt van, ja, ik ben dicht in de buurt van het vinden van God. Waar hik je nog tegenaan dan? Ik moet me goed realiseren dat wat ik zeg, dat ik daar heel eerlijk in ben. En dat ik dus... Nu denk ik misschien heeft het toch nog te maken met... Omdat het voor televisie is of zo. En ik moet er met mezelf uitkomen dat dat niet het geval is. Dat als de camera straks uitklikt, dat ik dan hetzelfde gevoel heb. Ik denk het wel. Dus dat is een beetje die aarzeling, snap je? Ik moet het volgende maand, volgend jaar ook nog hebben. Maar ik ga mijn best voor doen, zeg maar, om het niet kwijt te raken, laat ik het zo zeggen. En er verandert voor de rest ook niets. Daar was ik zo bang voor. Wow. Hallo? Gelooft u ook in God? Do you believe in God? Yes. Me too. Zo, dat. Ja. Een soort... Dat kun je rustig roepen. Mensen. Ze kijken er helemaal niet raar van op ook. Ja, zwaait. Ik weet niet wie het is, maar... Dat is toch leuk? Mag ik even laten zien aan de kijkers wat ik gekocht heb? Ik heb een keppeltje gekocht, een souvenir. Je komt in mijn prijzenkast. De 6 afleveringen Henny zoekt God staan op een unieke dubbel DVD. U kunt nu bellen voor uw bestelling. 0900 5000 7000. Dus 0900 5000 7000.